De bestuurskundeweek op de Anton de Kom Universiteit van Suriname is een succes geworden, zegt Ine Apapu, richtingscoördinator van de studierichting Public Administration die de week organiseerde. Studenten hebben veel behoefte aan praktische sessies om hun vaardigheden aan te scherpen, meent Apapu. Dus we denken dat met deze sessie het goed was voor de studenten om te leren wat is de culturele identiteit. En we gaan straks gewoon afsluiten met de studenten op een luchtige manier. Hoeveel studenten hadden jullie dus betrokken dus met dit alles? Nou, wij hebben ongeveer 60 plus studenten geregistreerd van de verschillende cohorten. En we hebben ze dus, kijk, het is een week waarin wij proberen wat ze theoretisch leren, dat het ook praktisch ingevuld wordt. Ze horen eigenlijk van de mensen die in het veld zijn wat er gebeurt. En daar is natuurlijk ook een onderwijsaspect aangekoppeld. Dus er zijn ook opdrachten aangekoppeld. Alleen maar dat we ze met zachte dwang, om het zo te zeggen, wel stimuleren om deel te nemen aan de bestuurskundeweek. Het is een wetenschappelijke opleiding, de universiteit. Maar de Surinaamse praktijk leert dat studenten, wanneer ze een bachelor hebben, ook direct gaan werken. Of ze werken al. Dus is het wel heel goed dat je ze in een vroeg stadium al leert kennismaken van met de zaken die zich in het veld meedoen. Apapu zegt dat op weg naar de afsluiting van de week is gebleken dat er behoorlijk wat animo bestaat om de activiteit te herhalen. Volgens Apapu is de nieuwsgierigheid van de groep geprikkeld. De hele week was een beetje gericht op het lokaal bestuur. We zijn dus begonnen maandag met een paneldiscussie van, met districtsraden en resortraadsleden. De tweede dag hebben we gesimuleerd een crewtoe waarbij we kapiteins van de dorp van de Kotika hebben gekregen. Die samen met onze studenten een crewtoe hebben belegd. Maar ook de inheemse kapitein van het dorp Kasipora. Zodat de studenten konden horen van deze mensen wat ze allemaal meemaken, wat traditioneel bestuur inhoudt. We hebben trouwens een presentatie gehad over traditioneel gezag hoor, van de heer Yabini. Daarna hebben we woensdag hadden we online meetings met iemand die verteld heeft over het lokaal bestuur in Nederland, dus de gemeenten. We hebben ook daarna hebben we een presentatie gehad over grondrechten, Suriname dus eigenlijk en het internationaal perspectief daarvan. Apapu meent dat de studenten van nu soms niet lezen of weinig interesse tonen in bepaalde onderwerpen. Met deze sessie kan er volgens haar veel in details worden ingegaan op vraagstukken binnen de perken van de studie. De bestuurskundeweek is dit jaar voor de tweede keer gehouden.